Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En als je nieuw bent, welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je dit kapsel kunt maken. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En voor als je nieuw bent, welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik een kapsel maken die ik zelf nog niet eerder geprobeerd heb. Dus ik ben heel benieuwd of het gaat lukken. Ik heb heel weinig producten daarvoor nodig. Ik heb eigenlijk maar 2 kleine elastiekjes nodig om de vlechtjes vast te zetten. En ik heb een leuk glitterlintje besteld bij AliExpress. Mocht je nu geen lint hebben, dan kun je dat ook gewoon doen met een stuk wol bijvoorbeeld. En ja, nu zul je denken, wat ga je ermee doen? Wordt zo allemaal duidelijk. Je kunt dus kiezen voor een stukje wol. En als je dat niet hebt, kun je zelfs gaan voor gewoon schuifspeldjes. Ik ga het jullie zo allemaal laten zien. Ik heb in mijn haar nog een restant krul. Hoeft geen krul in te zitten hoor. Mag ook gewoon stijl zijn. Maar let er wel even op dat je haar wat stugger is door bijvoorbeeld haarlak er doorheen te sprayen of wat dan ook. Want je hebt wel die houvast nodig. Dus dat zachte, gladde, schoongewassen haar is heel erg moeilijk. Pak dan gewoon je haar even op en spray je lak tussendoor. En borstel het dan nog een keertje goed uit. Dan heb je toch dat stugge laagje van die lak om je haar heen. Ja, en om te gaan beginnen, ik ga het niet vanuit de staart opsteken, heb ik een iets andere afdeling nodig. En dat is deze afdeling. Ik heb aan beide kanten een strook haar eruit gehaald. En de rest heb ik vastgezet met klemmen. En zoals je ziet heeft hier al een vlechtje ingezeten gisteren. We gaan nu ook weer vlechten. Wat belangrijk is, is dat we hem wat hoger moeten doen. Dus hij moet een beetje richting die scheiding komen. Dat is even een beetje het moeilijkheidje nu. Ik begin met het hoekje, zeg maar. Ik heb trouwens ook met mijn scheidingen maken rekening gehouden met, ja, als het ware de hoekjes, zeg maar, van mijn voorhoofd. Dus daar heb ik de scheiding getrokken. En ik begin nu met 3 plukjes. En wat belangrijk is, is dat we hem onderhands vlechten. Dus het wordt een opvlecht. Dus je pakt een plukje haar erbij, gaat onderlangs. Want we hebben zo meteen de vlechtjes nodig om het lintje doorheen te gaan verwerken. Dus dan is een opvlecht makkelijker. Invlecht kan ook hoor. En hou hem steeds zo dicht mogelijk tegen je hoofd aan, dat je zo min mogelijk lussen hebt. Nou, nu doe ik er een elastiekje in. Want de vlecht hoeft namelijk niet doorgevlochten te worden tot in de punt. Het enige is waar je even rekening mee moet houden, is dat hij, zeg maar, tot halverwege je nek moet kunnen komen. Dus als je hem tot hier kunt doen, dan is het goed genoeg. En nou, je ziet dat ik hier een plukje had die ik er nog maar even bij gestopt heb. En zo ziet dat er niet zo mooi uit, vind ik zelf. Dus misschien had ik dat niet moeten doen. Ik kan kijken of ik hem nog... Ja, volgens mij wel. Ik kan hem nog los trekken. Juist. Nou, nu heeft hij hier een beetje een lus gemaakt. Maar dit gaan we dus verhullen eronder. Dus dat zie je zo meteen niet meer. Ik ga nu deze kant even invlechten. En dat gaat natuurlijk op dezelfde manier. Nou, de 2 vlechten zijn nu af, zoals je ziet. Ze zitten er aan beide kanten in. Ik wil hem nu wel even vastzetten in mijn nek. Dus ik doe de vlechten naar achter. Nou, ik heb nu weer even maar losgegooid. Dit is het glitterlint wat ik net, waar ik het net over had. Die heb ik dus bij AliExpress besteld. Het kan dus ook gewoon een stuk wol zijn. Hè? Het maakt niet zo heel veel uit. Ik vind dit nu wel leuk om het net even wat opvallender te hebben. Zeker voor een video is het wel leuk dat het wat zichtbaarder is. Mocht je nu dus geen wol hebben, geen lintjes hebben, wat dan ook, dan kun je er ook voor kiezen om schuifspelden te gebruiken. Wat ik nu ga doen, ik ga aan 1 kant ga ik hem vastzetten en ik ga hem als het ware zigzaggen door de vlecht heen, over mijn losse haar heen.
Ja, en dan zometeen ga ik daar nog wat mee doen natuurlijk. Ik laat het niet zo zitten. Mocht je dus niks hebben en je gaat met schuifspelden werken, dan kun je er dus voor kiezen om als het ware iedere keer lijntjes met schuifspelden te maken. Dus waar ik het lintje heb, maak je de schuifspelden. Ik ga even kijken of ik hem een beetje goed kan knopen, want dat is het enige waar ik over naast zat te denken hoe ik het beste kan vastzetten, dat het niet te veel zichtbaar is. Misschien moet ik het wel onder mijn haar doen. Dat ik zeg van, ik ga het even hier doen. Ik ga ook heel even kijken. Ik ga even wat droog shampoo doen. Want ik vind dat hier te veel lak in zit nu. Waardoor het vet lijkt. Ik ben zo terug. Nou, ik denk dat ik hem in de vlecht ga vastzetten. En dan ga ik even kijken of ik er een speldje tussen krijg. Als jullie een beter idee hebben, laat het alsjeblieft weten. Want ik heb hier echt heel erg over na zitten denken. Eens even denken. Dit werkt niet. Ik zat er over na te denken om hem anders gewoon onder mijn haar vast te zetten. Dat ik hem zeg maar gewoon met een schuifspeld en dat dit er allemaal overheen valt. Dus dan zet ik hem gewoon eens met een speld zo vast. Hopelijk blijft dat zitten. En dan gaan we hier het begin maken. Je kunt natuurlijk ook iets van een grove breinaald pakken, hè, als je dat handig vindt. Zo. Nou, in dit geval is het heel makkelijk, want ik voel precies de stugge kant van de glitter. Dus dan weet je heel makkelijk welke bovenop moet. En dan haal ik hem dus weer hier door een vlecht heen. Dit is echt priegelen, jongens. Nou, ik had net dus hem wat korter gemaakt, omdat ik dacht dat die veel te lang zou zijn. En nu kom ik dus eigenlijk lint tekort. Maar het was echt wel lang om helemaal er doorheen te trekken. Dus ik werk liever met wat kortere stukjes. Dit is hoe het er nu uitziet. Nou, ik dacht eerst dat ik lint tekort kwam, maar ik vind het eigenlijk wel mooi zo. Hier gaan we het namelijk rommelig vaststeken en ik denk dat ik er ook nog lint omheen ga draaien, maar ik ga eerst beginnen met die bovenkant. Wat je namelijk nu moet gaan doen, is eigenlijk al het haar tussen alle lintjes door, dus hier en hier, als het ware een beetje opduwen, zodat het wat boller komt. Dus krijg je dus een bolletje, een lintje, weer een bolletje, weer een lintje. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga wel even de spiegel gebruiken, omdat het heel lastig is om in het kleine schermpje van de camera te kijken. Ik zal even kijken of ik het zo goed mogelijk in beeld kan krijgen. En wat dus de bedoeling is, is dat je dit doet. Kijk, op deze manier. En ik vind het gaaf als die dus wat ruiger is, wat opvallender is. Kun je natuurlijk mee spelen. Want als dit too much is voor jou, dan kan je het natuurlijk ook even iets bescheidener doen. Nu heb ik nog een lintje, die ga ik vastzetten in mijn nek. Ik vind het nu echt super gaaf dat mijn onderkant, ja, heel ruig is. Misschien zullen sommigen zeggen pluizig. Ik vind dat fijn. Dus echt zo'n restant krul en lak. En het is echt wat stoerder, zeg maar. Ik vind het juist wel leuk. Vind je dat niet leuk, dan kun je natuurlijk ook gaan voor een hele mooie krul. Heb je wat korter haar, dan zou je het zelfs op kunnen rollen tot een soort knot of zo. Dus dat kan ook. Ik vind het wel heel tof om hem echt ruiger te laten. En ik ga er dan wel nog wat lint omheen draaien. Ik doe het even naar opzij, zodat ik het
zelf ook een beetje zie wat ik aan het doen ben. En dan maak ik hier een knoopje erin. Nou, en zo is die af. Ik zal hem even jullie laten zien. Nog even een hele korte mededeling trouwens. Ik heb besloten mijn Instagram iets te veranderen. Mijn Instagram was voorheen een combinatie tussen kapsels en privé, zeg maar. En dat ga ik nu scheiden. Op Linda Harms kun je mij volgen als je graag kapsels wil zien. Dus ik deel daar de foto's van de kapsels die bij de video's horen. En ik deel allerlei filmpjes en foto's uit de kapsalon, mocht je dat leuk vinden. En op Linda Zwaap, zet ik ook even onder in beeld, daar kun je mij ook op volgen. En dan zie je dus allerlei privéfoto's, heel veel baby Lucas bijvoorbeeld. Dus mocht je dat leuk vinden, dan kun je me ook daar volgen. Dus vandaar dat ik het even gescheiden heb, omdat ik weet dat jullie niet allemaal alles willen zien. Dus op deze manier kun je gewoon kiezen wat er voorbij komt en wat niet. Nou, dit was mijn video weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mochten jullie nu een ideetje hebben voor een nieuwe video, tag mij vooral in foto's of laat het hieronder weten. En ik hoop jullie heel snel weer te zien. Mocht je niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, vind ik het natuurlijk super leuk als je dat wil doen. En je kunt het belletje klikken om een notificatie te krijgen elke keer als ik een video upload. Voor nu wil ik jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En tot snel. Doeg!